Nog heel even. En dan gaan we van 2022 naar 2023. De jaarwisseling brengt de nodige tradities met zich mee. En dat is in Gelderland niet anders. In deze video neem ik je mee in een aantal van die tradities. Allereerst vuurwerk. In sommige steden mag het nu niet meer, maar vuurwerk afsteken hebben we allemaal wel eens gedaan. En dat is best een oude traditie. In de 17e en 18e eeuw gebeurde het al nadat het kwam overwaaien uit China. En vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw gingen we ineens met z'n allen vuurwerk afsteken. Maar hoe lang nog? Inmiddels mag het in Nijmegen, Apeldoorn en Heumen helemaal niet meer. En vanaf volgend jaar komt daar ook Arnhem bij. Maar niet getreurd, ook zonder vuurwerk blijft er genoeg leuks over. Karbietschieten bijvoorbeeld. Waar het precies vandaan komt, dat weten we niet. Maar dat het al heel erg lang gebeurt in de Achterhoek en op de Veluwe, dat weten we dan weer wel. Vroeger werd er vooral karbiet geschoten op bijzondere feestdagen en op bijvoorbeeld een bruiloft. In de loop der jaren is dat langzaam verschoven naar de jaarwisseling. En gebeurde het eerst vooral op boerenerven, inmiddels wordt op veel meer plekken de melkbus tevoorschijn gehaald om even lekker te knallen. Dat het iets bijzonders is, dat mag gezegd worden. Inmiddels is karbietschieten zelfs immaterieel, cultureel erfgoed in Nederland. Het maakt niet zoveel herrie als karbiet, maar het hoort helemaal bij oud en nieuw. De midwinterhoorn. Ook dit gebeurt op de Veluwe en in de Achterhoek. Erop blazen, dat mag. Vanaf de vierde zondag voor kerst tot uiterlijk 6 januari. De adventstijd. Waarschijnlijk werd het vroeger gebruikt als communicatiemiddel. Maar er werd ook gezegd dat je er boze geesten mee kon wegjagen. Dat klinkt best aardig. In Aalten kennen ze nog een mooie traditie. Toeten halen. Groepen kinderen gaan dan met een bolderkar op nieuwjaarsdag de buurt rond om snoep op te halen. Ja, ze bellen dan aan en zeggen, gelukkig nieuwjaar, staan de toeten al klaar. De ouders gaan dan gelijk mee om de buren alvast een gelukkig nieuwjaar te wensen. En zo begint het volgende jaar voor iedereen goed. Ja, al die tradities zijn natuurlijk leuk, maar er moet ook wel iets te eten zijn met oud en nieuw. Nou kennen we natuurlijk allemaal wel de oliebol en de appelflap, maar kende je dit dingetje al? Vroeger vond men het in Oost- en Noord-Nederland verstandig om tijdens de winter een extra vetlaagje op te bouwen tegen de kou. En dus werden er speciale koekjes gemaakt met flink wat calorieën erin. Het kniepertje. En dat doen we nog steeds. Je neemt boter, eieren, bastardsuiker, bloem en vanillesuiker en van dat deeg maak je bolletjes. Ja, zo'n bolletje doe je in het wafelijzer en na een minuutje heb je een kniepertje. Best lekker. En dan is er nog Bart Matser. 72 jaar inmiddels, maar ook dit jaar zal hij weer het dak opklimmen. Dan wordt 2022 veranderd in 2023. Zo kan iedereen in reden zien dat we in een nieuw jaar zijn aanbeland. Het begon ooit met een ludieke actie rondom het WK voetbal van 1998. Daarna besloot Bart dat hij eigenlijk ieder jaar wel iets bijzonders op zijn dak wilde. En zo is dat nu ook een echte traditie geworden. Kortom, wij Gelderlanders hebben genoeg tradities rondom oud en nieuw. En of jij het nou met of zonder tradities doet, ik wens je een hele fijne jaarwisseling en tot volgend jaar. Doei!